Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag speel terug Minecraft Hardcore. En zoals je ziet, zeg ik van, where the fuck are you? Who the fuck is there? Ja, ik ben dus hier geëindigd. Dit komt omdat ik... hier is nog een cave. Hey. Ik was aan het opnemen. Ik kijk van, ja, is alles goed gelopen, hè? Blijkt het dat Windows al mijn instellingen... langs achter heeft gepakt toen het een update deed. Dus daarom heb ik de twee opgenomen video's. Eentje in de Nether en eentje hier in de caves. Die zijn gewoon helemaal verneukt. Dus ja, ik kan opnieuw beginnen. Langs de andere kant, het was saai offscreen stuff. Ik zal even kort samenvatten wat is er gebeurd. Ik heb in de Nether 6 blaze rods verzameld. Ik heb hier de 2 sharpness 3 zwaarden bijgewerkt. Ik heb toevallig een enderman verslaan, omdat ik die per ongeluk in de ogen. Maar ik stond al geluk onder een... ik stond tussen 2 blokjes, dus die enderman kon mij niet raken. Dus dat was fatte geluk. Ja, en nu gaan we gewoon verder. Daar is trouwens die enderman noise. Dus... oh, wow, fucking hell. Kiffen. Oké, mooi. Dus mijn plan is... What? Nice, let's go. Nog een ender pearl. Oké, ik ben wel een held kwijt. Maar ik heb legit nu 2 motherfucking ender pearls. Holy shit. Voor de dudes die denken, well, ik heb gesheet of zo. Ik heb legit niet gesheet. Want ja, kijk, dat gaat gewoon niet. Kijk, game mode. Creative. Oké, het kent de game. Dat is goed, de juiste comment. Goed, maakt niet uit. Jammer van die 2 afleveringen, maar welkom bij een nieuwe Minecraft Hardcore. Het is de bedoeling dat ik heel de week Minecraft Hardcore ga opnemen, ga uploaden, ga... Ja. Ja. Ik heb al redelijk wat iron. Ik ging iron verzamelen omdat we out of iron aan het lopen zijn. Oh, daar is nog een enderman. Ik stel voor dat we die enderman over weer pakken. Ah, hallo daar. Oh. Mooi, dat is gewoon 2 fucking hits. Oeh, dat zijn de laatste 3 torches dat ik heb. Het probleem is... Ik heb dus een nieuwe monitor en ik kan amper... Ja, reep me langs alle kanten, ja, zeg. Oh, ja, echt. Tiefes ding. Oké. Oké, daar is de enderman. Dus... Ah, maar... Fuck. Oké. Oeh, perfect. Dus ik ga gewoon hier staan, in dit hoekje. Even wachten tot ik regen ben. En met geluk hebben we 3 motherfucking ender pearls. Dat zou maf zijn. Ah, fucking hell. Best wel ver weg. Oh shit. Ik even dit nog doen. Hoezo kon die mij raken? Wat zit met mijn lifehack? Oké, maakt niet uit, dus... Jammer van de derde enderpearl, maar kijk... het is nu zo, I guess. En hebben we gewoon al 2 van de fucking Eye of Enders, holy shit. Oh, dat is een creeper, hallo. Blij dat jij er net nu zijn komen roeien. Ja, hog glitcher. Ja, ik ben ciao. En ik zeg ciao. Ik ga hier weg, ik wil naar de bovenwereld. Ah, hier ben ik geweest. Ja. Fuck. Kwam ik vandaar of ik denk dat ik van hier kwam? Ah, ik hoop het zo hard, hè. Ik hoop het zo tyfus hard. Oké.
het ziet er wel naar uit dat ik juist... Wacht, wacht eens even. Ik ben trouwens geen voedsel meer bijna, dus dat is ook niet zo super goed. Welk niveau zitten we? 32, fuck. Ja, oké, ik weet wat ik ga doen. Niks anders op dan gewoon naar boven te minen, dat is het beste. Zonder toortjes of enig, maar oké. Ik ga gewoon... Zo. Oké, deze heb ik niet zo goed. Oeh, ik heb wel redelijk wat bomen. Redelijk wat mobs verslaan, holy shit. Oké. Even hier gewoon naar boven gaan. Ik begin goed te worden, Endermans. Maar Endermans, oh, ik haat die shit, jongen. Ik haat die shit om er tegen te vechten. Ja, welke Minecraft speler nu niet eigenlijk? Maar ja, ik weet niet. Oké, dan kunnen we niet gebackraved worden. Ah, hier de dolfijn. Hey, oké, waar de fuck ben ik? Holy shit, oké. Okay. Ik moet dus even mijn bootje zien te vinden. Ik denk dat het achter die berg is. Als ik iets van eten tegenkom, ik steek het neer en ik eet het. Aha, aha, oké, okay, mooi. Omdraaien, let's go. Ik hoop dat er niet te veel monsters zijn gespawnd op mijn huis, want dat zou niet zo chill zijn. Maar wat ik nu dus wel ga doen... What the fuck? Ah, we zijn mij zelfs al aan het opwachten, dat is vriendelijk. Oké. Doing boys. Oh, fuck. Oh fuck. Oké, de vraag is hier eten? Ja, twee patatten, vier patatten, yes. Oep. Oké. Dan gaan we even dit al doen. Oké, okay, sorry dat ik zo stil ben, maar... Ik heb mijn eigen zo hard in de nesten gewerkt, holy shit. Dit doen. Oh. It's showtime, dogs. Hey hondje, help, doe iets. Yikes. Ah ja, tuurlijk. Ah, mijn woofie is wel iets aan het doen, door. Ja, ik ga moeten wachten op het ijs. Kijk hoeveel mobs. Wat? Hoe is er een fucking zombie met een bow? Oké, mijn hond is alles aan het proberen. Oké, er is al eentje minder. Hoe zeg jij binnengeraakt? We zijn allebei zo'n beetje van, ah ja, fuck, this shit ain't good. Oké. Man. What the fuck, kijk hoe mops, joh. Voor de screenshot. Ah, ik had gewoon een screenshot, sorry. Ik heb de screenshot toch bedankt. Oeh, oké. Okay. Ha, als de zon op is, dan gaat hij allemaal dood. Heb ik even geluk dat ik een... Oeh, what the fuck? Oh, die heeft mijn farm geruineerd. Kijk, holy shit. Okay. Ja, nu gaan we... Oh, thanks voor de boer.
Oh, Enderman, mooi. Okay, die spider deed zo helemaal niks. Nee, het huisje voor mijn hond. Fuck you, guest. Oh my god. Ja, een enderman om het af te maken natuurlijk. Ah ja, nee. Twee endermans bedoel ik. Deze aflevering gaat niet zo fucking vlot. Ja, Doggo, wij zijn geneukt, man. Ik even naar daar lopen. Kijk naar wat carrots kan eten. Ja, kijk. Jij wordt even op die... Ja, eet het op. Dankjewel. Oké. Ik heb hier even eten nodig op het moment. Holy shit. Oeh. Deze aflevering gaat alles behalve clean, holy shit. Ik heb nog nooit zo... Kijk deze. What the fuck? Deze heb ik toch niet verdiend? Ja, goh. Fucking Doggo zijn huisje. Ah, fix dit. Oké, zijn huisje leeft nog, mooi. Een beetje kapot, maar... Fuck, echt af. Ja, mijn armen is ook bijna naar de virus. Deze was echt niet legit. Oh my god. Oké. Wat dat? Check deze master move. Zou ik het doen? Ja, waarom niet? Oh shit. Oké, dat helpt niet. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Oh. Mijn hart. What the fuck? Het is wel dood. Waar is mijn hond? No, waar is mijn hond? Zeg iets. Ah, hier is mijn hond. Phew. Hondje ook. Ja, ik ga die hondje ook noemen. I don't fucking care. Oh shit. Man. Godverdomme. Wat was deze? What the fuck was deze? Ja, er zit maar één fucking ding op. En ik ga trouwens. Maar volgens mij moet deze. Dat ik denk, als ik hier aan het midden sta, dat die mijn theorie niet zou kunnen raken. Ik ben ook echt blij. Gelukkig dat ik water in de buurt had. Damn. Oh, zonder dat water was ik er geweest, denk ik. Oeh, kijk wel al die bogen die ik heb. Maar dat is goed. En dat is goed om up te graden, moet ik die zelf niet maken. Dat is een probleem minder. Eerst wat ik nu de shit ga doen. Zo doen. We gaan een hoop fucking kutsteks maken. Like, honestly, ik dacht legit dat dit de ending kon zijn van mijn motherfucking 1.13 voor Let's Play. Oké. Kijk, I don't care hoe hard dat opgelicht moet worden, zolang er maar geen tyfusbeest meer spawnt. Daar spawnen ook redelijk van mobs. Oké, dat moet wel genoeg zijn, denk ik. Hier spawnde ook iets. Ja, het was ook zo het punt. En dan kwam ineens nog die drowned zombies er ook nog eens bij. Dat zei, ja, oké. Fucking hell. Ik ben er niet goed van. Nee, goed. Yes. What the fuck. Dit is echt al een pittige aflevering geweest. Toch wel een klein beetje verbaasd of zo. Hoe het kan dat ik niet dood ben. Die is verdronken. Maar goed, we gaan hier niet boven de grond blijven feesten. Wat we gaan doen? Oh, what the fuck cute is dat? We gaan hier gewoon even kijken hoe ver het... Oeh, oké.
Ah, ICU met de. Oeh ja. Lekker experience. Oké. Blijf buiten. Nee, kom maar binnen. Ik ga even mijn helm al repareren. Maar dan wil ik toch wel Protection 1 erop of zo. Ja, ik ga gewoon zo mijn armor repareren. Oké, armor is gerepareerd. Mooi. En de anvil is kapot. Jee. Maar ik kan nog gelukkig een nieuwe bouwen. Daar gaat al onze iron. Mooi. Ah, rustig. Dat is dikke de derde anvil. Zie mijn hond even jeeten. Maar hier ja, is iets donkerder, want die nat is fucking cute. Dus, Oh my, ik had veel meer experience verwacht. We gaan dit wel eens doen. En mij leek het leuk om toch eens te kijken welke richting dat de motherfucking Ender Dragon is. De Stronghold. Doe het toch ook houden wel aan, holy shit. Ook is dat maar een virtueel ding. Fucking cute. Maar de volgende aflevering gaan we maken. Ja, hij stond op de deur. Okay. Zeg het mij, in welke richting is de Stronghold? Oké. Kijk, ik stel voor dat we de oceaan zo eens gaan overvaren. Voilà, screenshot genomen van de coördinaten. En dan gaan we eens zien. Dag Dogo. Wacht, ik kan hem even hier laten zitten. Jij moet op het huis passen. Oké. Ça va. Die Dogo is mijn beste vriend in Minecraft. Kijk, ik heb niks anders in Minecraft. Ik heb iets aan die hond. Die hond heeft van mijn persoonlijkheid. Ik ben die hier trouwens nog niet geweest. Ik heb hier al even ergens een fatte mine hieronder. Waar ik tyfus veel diamond had. Oh, het wordt nacht. We don't do that hier. We don't do that hier. Nee. We gaan... Nee. Fuck die shit. Ik hoop dat ik nu alles goed heb opgelicht. Dat kan toch niet anders. Dat ik nu niet alles goed heb opgelicht. En ik zweer het wel, mijn hond gaat mee vechten tegen... En ik hoop legit dat mijn hond gaat overleven. Nou, hopelijk overleef ik het tot de Ender Dragon, laten we het zo zeggen. Maar mocht ik dat doen, mocht ik het iets tactischer aanpassen dan wat er vandaag is gebeurd. Goed dat ik zie dat ik amper eten bij heb. Ik kan wel een broodje maken, precies. Ik heb nog 2 rauwe kots. Oké. Ja, ik moet beseffen. Voilà. Dit is content, jongens. Voor de experience. Oké, fucking kitty. Yikes. Ik was eerst van, ja, ik haal mijn zwaard niet aan, we spillen hem langs de andere kant. Ik kan de experience wel gebruiken op zo dat die dingen geven. Maar ik me echt legit wel af, kan je niet zien hoeveel mobs dat ik al heb gekild? Ik heb al 360 mobs gekild. Oh, what the fuck. Dat is ook nog wel veel. 360 is echt nog heel veel. Op zich had ik meer verwacht, misschien wel. Heb ik die kots nu meegepakt? Ja, oké. Oké, het is in die motherfucking richting. Stel je voor, het is gewoon ergens midden op de zee en ik vind vandaag de Stronghold al. What the hell? Ja, nee, dat is iets optimistisch. Wat een fatte ruïne hier nog. Maar ik krijg al stress als ik er nog maar aan denk om er een poot binnen te zetten. Daar is het volgende eilandje. Daar is een dolfin. Oké. Okay. Ah, ik voel me wel schuldig dat ik toch... Ja, mijn mattie achterlaat. Stronghold naar de Ender Dragon. Waar bent u? Het is nog meer verder naar daar. Bedankt om niet te ontploffen. Ja, lieve Eye of Ender. Oké.
Dus ik ga hier al een toren bouwen. En mocht ik met een pijl in die richting vallen. Oké, holy shit. We zijn echt al een heel stuk dichter bij de stronghold nu. But this does put a smile on my face. Ik weet niet, ik heb zitten nadenken, de Ender Dragon verslaan. Die shit is niet gemakkelijk, hè. Ga ik dat kunnen zonder diamond gear? Ah, ik kan sowieso diamond armor maken, hè, man. Ik had, denk ik, sowieso nog moeten opzoeken hoe dat de beste manier is om de Ender Dragon te verslaan. Waar bent u, stronghold? Ah, daar. Nog verder naar daar. Oké. Wow, besef hoe ver dat fucking ding is dan. Zo. Ik ga als titel pakken Mob Madness. Ik had toch voor mijn video van Wolfenstein Double Shotgun Madness. Maar niemand kijkt dat toch dus op zich. Maar hè, dat is bijzaak dus. Wacht naar welke fucking richting was het. Ja, het was de richting van de dingen. Ja, we zullen wel zien, I guess. Ik ga toch wel een boogje maken rond de zeetempel. Is dat een zeetempel zelfs? Ja, dat is een fatte zeetempel. Oké, dat is ook wel leuk om te weten dat hier een zeetempel is. Mochten we er ooit eens naartoe willen, ik zou niet weten waarom, maar mochten we het willen. Ja, zie, dat zijn Guardians. The Guardians of the Galaxy! Ja, ik nu ben ik toch wel heel ver aan het varen. Oh, dolphins. Dat vind ik echt doffe dingen. Dingen. Dierenrechtenorganisaties, what the fuck? Sorry. Oké. Okay. Oh shit, tiger biome. Nice. Een keer iets fucking anders. Oké, wacht, ik ga daar aan land gaan. Oeh, steentje. Mooi, dan kunnen we deze video wel gaan exploren, I guess. Ja, en ik zie er een motherfucking tempel, let's go! Ah, the good life, oké. Waar bent u? Oh, oké. Dit is trouwens echt een motherfucking beast. Eye of Ender. Want ik heb die al zo vaak gebruikt en die is nog niet ontploft. Dan ga ik nog één keer daar de Eye of Ender gebruiken en dan ga ik de video afsluiten, denk ik. Ik ga gewoon de Eye of Ender iets helemaal daar proberen. Als hij dan ineens zegt, ja, ik ga terug, dan... Daar is een village, let's go. Daar is een motherfucking village. Ik zou gewoon hier mijn base beter gaan bouwen. Oké, wacht, hè. Ik ga het daar doen. Ah, ik moet rekenen. Ik moet wel teruggaan, want als ik dan niet meer slaap... Wacht, hè. Oké. Even op een hoog punt staan. Zo. Ja, ik zeg, ik ga die village discoveren. Oeh, lama's. Een blacksmith, mooi. Ik ga die village discoveren, die temple discoveren, en dan ga ik teruggaan. Want ik heb geen bed bij. Wat niet zo slim was. Oké. Where are you? Oh my god! Besef hoe dicht dat we tegen dat motherfucking... Oh. Dus tussen dit en dat gebied is een motherfucking stronghold. We hebben bijna de stronghold. No! Oh. Oké, ik heb een beter idee. Ik ga offscreen terug voor mijn bed. Ik pak mijn bed mee. En dan kunnen we hier pitten. Met een beetje geluk vinden we... Stronghold volgende aflevering. En? Met een beetje geluk vinden we de Stronghold. En misschien wel genoeg Eye of Enders. En dan moeten we geen Endermans meer killen. Oeh, fucking episch. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je het leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Minecraft Hardcore. Komen dichter bij de Ender Dragon. Let's go! En ik zeg ciao.